livestreamt wanneer ze zin heeft, eet wanneer ze zin heeft, drinkt wanneer ze zin heeft. And this is my life. So, if you want to watch me, hi. Dank u wel voor de vier roosjes. Dank u. Maar, Sam. For you to figure out. Ik ga gelijk de vrouwen doen. Hoezo gelijk de vrouwen doen? Explain yourself, man. Explain yourself to a woman. Eet jij altijd zo vroeg of had je gewoon een hongerke? Vroeg? Het is 2 uur. Het is 2 uur. Het is toch niet vroeg, man? Het is laat. Nee, het is niks. Toch geloof ik je niet. I'm worried, snap je? I'm worried. So, if there is something wrong with you, you need to tell me. Ik word echt gelukkig van eten. Ik heb verstaan niet wat je bedoelt, denk ik. Nee, ik snap eigenlijk niet wat je bedoelt. Ik weet niet per se of je het mij ook moet uitleggen, eigenlijk. In Argentina, it's very cold. It is. En dan doen we stuurt tegen reactie. Ga slapen, denk ik. Oh, sorry, ik had het niet gezien, ja. Sorry. Ja, ik krijg zo soms een keer zo'n ding en dan kijk je daar eigenlijk niet in. Hè. Sorry. Maar, Sam, als jij gaat slapen, dan ga ik ook afsluiten. Soms vinden mensen mij toch precies op Snapchatten. Het is 2 uur, ga maffen. Doe rustig maar. Sorry, Sam. Ik heb dat echt niet expres gedaan, hè. Je weet dat je altijd welkom bent in mijn life. Dat weet je. Smakelijk, dank u. Ik vind kipcurry echt lekker, dus. Dank u. Nu is er echt heel veel, snap je? Normaal slapen of zoiets. Misschien. Kun je dan ook niet zeggen tegen mij? Ik heb curry in mijn mond. Denk niet dat ik heb gesmost. Want ik zweer het u, dat geeft echt kleuren. Dus dat, als je dat op je kleren hebt, dat is echt zo'n geel plekje zo. Ik zie daar 2 flesjes van Krik zijn achter u. Dat kan.
Sam. Dat kan. Ja. Ik mag geen alcohol in beeld doen, dus. En toch staat er op de achtergrond. Ik ben echt een kieke soms. Hè. Maar Sam weet dat ik hem nooit zal negeren. Ja. Sam moet dat weten. Je weet dat. Sorry, dat irriteerde me echt enorm. Moest ik even fixen. Het was wel tof geweest als je mee in de gasten gegaan. Je mocht er altijd bij komen, dat weet je, Sam. Dat weet je. Je mocht er altijd bij komen, maar ja. Ik had het niet gezien, hè. Sorry, ja. Crazy people. Hoezo zijn er 47 mensen aan het kijken? En niemand deed ze echt. Dat is kei raar. Ik heb dat de laatste periode al vrij vaak gehoord dat ik er zo wat Russische dingen in mij heb. Maar ik ben normaal gezien 100% Belg. Iedereen zegt dat ik mijn naam moet veranderen. Waarom? Dank u, Mick, om te volgen. Ik zal een DNA-check doen. Als iedereen het zegt. Het geld dat dat kost, man. Ik weet niet hoeveel dat kost, maar ik denk wel dat dat kost, hoor. Zo'n DNA-ding. Knappe jongen, de knuffelbeer. Dat is een originele naam. Hallo. Ja, dus. Sam. Nee, ik ben gewoon een sigaret aan het roken, zo. Ik moest hem niet kunnen zeggen. Ah, op die manier. Ja. €100 zo. Huh? Maar ik zal dat wel eens willen zien of ik zo misschien voorouders of zo. I don't know. Ik ken mijn opa's ook niet, hè. Ik ken eigenlijk niks van die mensen. Ik weet niet wat die volledig boos zijn of zo. Geen idee. Nooit niet weten. Driver, mijn TikTok heeft inderdaad er ook gezien.